attention, please. Your attention, please. Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. I have something to tell you. Jouw naam, meneer? Bobby. Ah, hallo, Bobby. Waar zitten we nou precies? Bij Renate. Oh, bij Renate. Waar woont hij? Daar op de weg. Café Miletti, vonden jullie ervan? Ja, nee. Moeten jullie er allemaal heen als we hier zijn? Ja. Zeker weten? Ja, ja. Wat is het lekkerste? De Miletti snoepjes. Snoepjes, hè? Weet je wat er een beetje drank is, hè? Ja. Ben je nou dronken? Dronken? Nee. Ik weet niet of jullie een beetje kunnen zien. We hebben hier een beetje oud straatje. Ja, en een hele oude meneer. Oude meneer, wat hij zelf eens laat zien. Ja man, ik ben echt super oud, maar wel heel flex. De flex van Ronnie. Door het gaat het in hier. Vast shot. En door. Ja, dus dat moesten we even laten zien. Een beetje een oud gebouw, net zoals... Hier. Het is hier vandaag mega druk. Ja, het is een feest of zo. Dus ja, verder is het gewoon redelijk al. Ballonnenfeest. Het is zoiets, want overal ballonnen. Hier, vlaggen eruit. Vlaggen. Vlaggen. Overal vlaggen. Hoe heet dat? Ja, dat is kunst. Kunst. Ja, dat is ook de deur open krijgen. Ja of nee? Het mysterie van de geheimzinnige deur. Hoeveel foto's heb je gemaakt, Bobby? Twee? Nou ja, 1000. En ik wil hier een soort van bloemelijke visachtig, maar paardenkist, paardenkost. Wat een naam? Weer een paar van de tijd. Wat? Oh ja, en bij de kerkklokken. Ik weet niet of jullie de kerk kunnen zien. Jawel, met de kerkklokken. Ik weet niet of het zo goed is. Maar die, als ze gaan leiden, dan schieten ze zo naar voren. Dat ging er heel fit uit. We hebben vier kerstlokken. Moeder die moet even aan de kant. Vanwege voor Bobby. Ja. Denk ik wel. Yo mensen. Leuk video. Staan hier met Andrew op de kanaal. Ja. Nou, hier zijn we dus.
Hey, ik ben Enzo Knol. Ik ga nu een wesp opeten. Help! Mijn mond. Ik heb nou een dikke kin. Enzo Knol woont in Zeist. Hey, dat is vlak bij jullie. Hey, doen jullie ook eens iets leuks? Ja, oké. Spring bijvoorbeeld gewoon eens in het zwembad. Dat heeft nog nooit iemand gedaan. Kijk nou. Echt super grappig. Hoe slim ben ik? Want nu lig ik op het besje. Hallo, video! Kijk, dat is een goeie. En de knol! En zij winnen! Zij hier in de wereld! Om 10.000 likes hebben! En wat ga jij dan doen als we 10.000 likes hebben? Dan gaan we heel veel geld betalen. Nee joh. En likes! 400! Ja, ik wil er ook 400.000. En als ik 400.000 likes heb, dan geef ik gewoon mijn auto weg. Nee, op eerst een Porsche Cayenne. Maar ik geef geen Porsche Cayenne weg, ik geef mijn limousine Hi-Ace weg. Want als ik 400.000 likes heb, dan kan ik ook een Porsche kopen. Lamborghini. Wat zeg jij nou? Lamborghini. Hebben wij behoefte aan een handdoek? Met 10.000 likes gooi ik mijn handdoek in het zwembad. Van naastkantje. Zeg, goed man, dat je kat. Hé jongen, dit is niet mijn eigen fiets, hoor. Enzo Knol. Nou, volgens mij hebben we Enzo zijn likes al verslagen. Nou. Denk je niet? Veel plezier met jullie likes in de video. Voor de computer, voor iPad, televisie. En Arie? Nee. Dat is niet zo. Nee, want luisteren naar je moeder is min 100 likes. Wat zou ik zeggen? Ja. Tot de volgende video. Later. Later. Thank you.
leuk naar deze video. We zijn hier op de kippenmarkt. Kijk dan. Ja. Nou, gewoon een beetje een alles op niesmarktje. Niesmarktje. En waarom heet het de kippenmarkt? Daar zijn kippen totaal gekocht. Waar zijn we nou? Italië, in Comunanza. Yeah, let's go. Let's go. Nou jongens, we zijn hier in Italië. Vijf punten voor wie de eerste kip vindt. Yeah. Nou, we zijn hier op de markt van, hoe heet het plaatsje eigenlijk? Comunanza. Comunanza. Hey, hey. En wat voor woorden in Italiaans kan jij eigenlijk? Wat is een kip in het Italiaans? Ja, ik weet het. Dat is een pollo. Ja, pollo. Ja. Vijf punten. Oké, waar gaan we nu heen? Naar de pakketten, man. We gaan rechtdoor, Norbert. We komen tussen de oude oma jurkjes lopen door. Ja, oké. Okay, dat is kippen, denk ik even. Is dit? Ja. Nee. Dit is de pakketten, man. Ja, wel. Dit is de pakketten, man. Waar gaan we heen? Een beetje naar de schaduw. Allemaal kleine winkeltjes. Schoenwinkels. Nog meer schoenen. Dit is een beetje naar de wat chique schoenen. Kijk, hier hebben we een mooi steegje. Doe mij eens graag zien. Door de grote meisjes, die staan hier in de stad en ze zijn heel vervelend. Maar toch ga ik nog. Kindermishandeling. Altijd klussen. Ja, dames en heren, ik loop hier op de markt in Italië en ik kom hier ineens een Nederlander tegen. Goedemiddag. En hoe heet u? Hoi. En bent u hier op vakantie? Ja. Ah. En komt u hier vaker met vakantie? Ja. En wat doet u hier allemaal dan? Naar de markt en zo, en voor de rest niet. Een beetje naar de markt. En bij het zwembad, doe je daar ook nog dingen? Ja. Wat doe je bij het zwembad? Later. Oh, heb je geen zin om te praten? Oh. Hey, er komen nog een paar Nederlandse jongens. Komen jullie hier ook op vakantie? Ja. Oh. En doen jullie ook de hele dag niks? Ja. Later. Oké, wat gaan we doen dadelijk? Bij de kart. En hier is mijn blad. Ga je heel hard rijden? Ja! En jij, jullie zijn er ook klaar voor? Ja! Daar gaan ze hoor, de mannen. Daar gaan ze hoor, daar gaat racer nummer 1. Kijk, hier komt er nog één. Olivier, kijk, daar komen Bob. En papa aan, hoi! Hoi, Noor! Olivier. Ja, daar zijn ze. Back op Mark met Bobby. En daarachter zit nog een aapje. Oké, dag.